De Surinaamse brouwerij geeft winkeliers nog een maand de tijd om hun bankzaken in orde te maken. Dit besluit vloeit voort uit een gisteren gehouden overleg tussen het bankwezen, de directie van de brouwerij, de winkeliers en de ondernemersvereniging Suriname. De extra transactiekosten voor cashbetalingen gaan nu in op 1 juli 2021. Faisal Abdulrazak, commercieel manager van de Surinaamse brouwerij, benadrukte in gesprek met onze nieuwsdienst dat de stap naar digitale transacties puur voor de veiligheid van de winkeliers en het personeel van het bedrijf is gemaakt. Dus we hebben gisteren uitvoerig gesproken met elkaar, ik denk bijna 2 uur lang. En dat via de digitale weg, dus dat ging heel goed. En wat ik wel kan zeggen en opmerken is dat er veel wederzijds begrip is geweest voor de situatie. Ook de Chinese winkeliers vinden veiligheid boven alles. Eigenlijk dat daar hard aan gewerkt moet worden. En ze zijn ook heel erg voor digitalisering. Ja, tegelijkertijd geven ze ook aan dat natuurlijk met alle situaties zoals nu met COVID en de banken en de toegang en de bijkomen, dat het soms wat moeite kost. Er is door de Finabank aangegeven dat er de afgelopen weken sinds de Surinaamse brouwerij met de aankondiging kwam, dat er heel veel aanloop is geweest voor rekeningen. Dus je ziet, er is willingheid van beide kanten. Tegelijkertijd vraagt het natuurlijk ook van ja, help ons daarbij. Dus de outcome uiteindelijk van het gesprek is geweest dat de winkeliers wat ruimte vragen om hun zaken op orde te maken. Volgens Eblijn Frangy, hij is voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, wordt het besluit van de Surinaamse brouwerij om over te stappen van cash naar digitale transacties toegejuicht. Het is hier al veel veiliger om zaken af te handelen. Ik ben blij met het leiderschap dat Parbo, de Surinaamse brouwerij, heeft getoond in deze. Om als een van de eerste bedrijven bewust digitaal bankieren, virale betalingen te gaan stimuleren. We zijn blij en we hopen dat meerdere bedrijven dit punt, deze stap gaan volgen, want hoe meer bedrijven digitaal gaan bankieren, des te efficiënter gaat het systeem in elkaar zitten. Er is een onderzoek ook gedaan door bedrijven, dus grote bedrijven die heel veel cash hebben. En daarbij geven ze aan dat als men meer giraal gaat betalen, dat men op een gegeven moment 5 tot 6%, 7% marge gaat kunnen zeg maar overhouden. En die marge kan terug aan de consument worden gegeven, deels door de besparingen die men zal hebben als men minder gaat zitten op cashbetalingen. Franchi hoopt dat andere bedrijven het voorbeeld van de Surinaamse brouwerij zullen opvolgen. De brouwerij heeft 1700 klanten. Hiervan wordt aan tussen de 200 en 300 winkeliers de ruimte gegeven een bankrekening te openen.